convertible cabriolet uitvoering. Een enorme sportauto die maar liefst 260 km per uur haalt. En niet alleen mijn favoriet. Elke aflevering regelt Floris namelijk de favoriete bolide van een BN'er. Wauw. Oftewel Mr. Wheels is een groot liefhebber van de mooiste, snelste en meest exclusieve auto's. Achter mijn mensen hier de Jaguar F-Type, 380 Britse paarden, een convertible cabriolet uitvoering, een enorme sportauto die maar liefst 260 km per uur haalt en niet alleen mijn favoriet. Elke aflevering regelt Floris namelijk de favoriete bolide van een BN'er. Wauw. It's just a summer pain. Dit zorgt voor spannende situaties. Let je wel op? Ja, zeker. Je broek, man. Maar dit is een... We rijden nog steeds door Amsterdam, mensen. Je rijdt nog even door het rood. Dat heb je niet gezien. Bijzondere verhalen. Die heeft het op zich wel goed achtergelaten, behalve dat hij wel in een pannetje had gekakt en dat achter had gelaten in de boot. Dat is nog niet echt een dankbriefje. Nee. En grappige momenten. Kunnen we hierin? Nee, ik denk dat er het verkeer in is. Kom maar hier zo, naar haar tanden. Ik hoop dat het wel goed is dit. Ik ben bang dat dit... Ik denk dat dit niet goed is, hoor, Manuel. Dit gaat niet goed, dit. Kijk, we kunnen zij erin hier. Nee, wacht. Ga hier maar even rechts. Nee, ga hier maar even rechts in hier, nu rechts. Nee, wacht. Die vrachtwagen op het zit. Wacht even. Dat gaat echt niet goed. Maar in Mr. Wheels draait het niet alleen om snelle auto's. Elke aflevering wordt hij meegenomen en krijgt hij een uniek kijkje in het leven van de BN'er. Je hebt mij natuurlijk meegenomen met jouw prachtige vervoer. Maar laten wij alsjeblieft heel even op mijn vervoersmiddel even een rondje varen over de grachten. Met een glaasje erbij? Met een glaasje erbij. Doen we.